Voor Brian Douwens was het afgelopen zaterdag zijn zoveelste partij. In sporthal De Beuk in Purmerend is Vaitan Shanava de tegenstander. De 36-jarige Beverwijker heeft een indrukwekkend aantal van 121 partijen achter zijn naam staan. Zijn eerste partij draaide hij in 2005. Ik heb wat krantenknippels kunnen vinden. Uit de oude doos. Het eerste dingetje wat ik kon vinden is uit 2005. En hoe liep die af? Na een high kick lag Koelewijn na een minuut in de eerste ronde op een canvas. Dus dat ging goed. En ook heeft hij grote namen verslagen als Jamal Ben Sadiq en de huidige wereldkampioen Rico Verhoeven. Je herkent hem misschien niet terug, maar dit is Rico Verhoeven. Kickboxer Brian Douwens laat weinig helft van zijn tegenstander Rico Verhoeven. Wow. Gewoon een Rico Verhoeven is, hier. Ja, ja. Maar dat is een tijdje geleden. Dat is oktober 2006 was dat. Oh, lekker hoor. Dat is een B-klasse partij was dat. Hoe ging die partij? Dat ging goed. Het was gewoon een harde partij van twee kanten. Toen hebben we 5 keer 2 minuten gevochten. Dat was toen de tijd nog de B-klasse. En die won ik. Die waren allebei in jaren 17. Maar jij kan zeggen dat je hem nog... Of van hem gewonnen, ja, dat wel. Kijk hier, dat is bewijs. Hoe voelt dat? Ja, dat is altijd wel leuk om te zeggen. De tijden zijn veranderd en inmiddels is Verhoeven al 10 jaar wereldkampioen. Brian Douwens heeft een ander pad afgelegd in zijn carrière. Veel leuke herinneringen eraan. We zijn vaak ook samen naar het buitenland geweest voor wedstrijden. En zoals je al zegt, 20 jaar verder en nog steeds actief en nog steeds goed. Want we waren laatst in Roemenië en ook hartstikke goed gevochten. Dat is dan weer een jongen die laatst op Glory vecht en wint. Dus dat laat ook wel zien dat Brian, ondanks dat hij het al zo lang doet en wat ouder is, maar nog steeds met de beste mee kan draaien. Oud, maar nog niet te versleten? Nog lang niet. Aldus zijn broer en coach Wesley Douwens. Vlak voor de partij tegen Shanava oogt Brian opvallend rustig. Terwijl dat bij Wesley anders lijkt. Ja, klopt. Ja, is moeilijk altijd. Omdat je zelf niet de controle erover hebt natuurlijk. En we zijn ook erg close met elkaar. Dus ja, het blijft spannend als je moet vechten. Maar goed, het komt uiteindelijk altijd wel weer goed. Wat is je strijdplan? Naar voren en vechten. Na 3 keiharde rondes wint Douwens op jurybeslissing. Maar makkelijk ging het niet voor de Beverwijker. Ja, ik was gewoon niet tevreden met mijn optreden. Ik wilde wat meer uithalen, wat even niet gelukt was. Hoe zou je deze avond willen samenvatten? Nou, ik ben heel blij dat ik op dit evenement heb mogen knokken. Dat is een tijdje geleden weer in Nederland. De laatste keer was 2021. Het is altijd leuk om nu eventjes te vechten met wat thuispubliek erbij. Met mijn vrienden eromheen. En wanneer staat de partij tegen Rico Verhoeven op het programma? Ja, die komt niet meer, denk ik.